Bij Brussel wordt er dus niet gevoetbald. Dat is net iets anders in het Bergé-stadion. Tiene tegen Waasland. Niemand die echt zin heeft om te voetballen, behalve dan scheidsrechter Benoni Burri. Een grote glijpartij zal het worden, Dancing on Ice, maar dan wel een beetje op een voetbalveld. Nassen kan niet rekenen op Bogaert, Sneven en Degeling. Lacroix maakt zijn rentrée bij Tiene en ook voor Bart Rover is het bijzonder koud. Kielolesi naar Van Geen. Waasland kiest voor de aanval, de voorzet en meteen al het doelpunt. Van Geelen is het die de score opent. En zo komt Waasland al vrij snel op 0-1 na 9 minuten. De eerste kans en meteen al de goede reactie dan van de thuisploeg. Tiene heeft de punten absoluut nodig. Ze staan midden in de degradatiezone. De Silva en tegen de paal getrapt. Een goede linker heeft hij. Mike de Silva, we zitten aan de linkerkant. 5 minuten voor de rust. Lacroix de voorzet en het doelpunt. Nu zit hij er wel in. De Silva is het. Daarnet had hij nog pech. De bal tegen het doelkader toen. Maar nu is het wel raken. Veldeman liet zich daar veel te makkelijk opzij zetten. 3 minuten later. Absolute slotfase van de eerste periode. De voorzet. En nu voor de misser van Verhulst. Maar heel knap van Dufour. Een beetje zoals Majer dat deed tegen Jean-Marie Pfaff. Met Porto tegen Bayern München. De tweede helft, de hoekschop in het pak en het was de Smet met zijn kale knikker. De bal tegen de lat. En wat loopt het gigantisch verkeerd bij Waasland. Goed aan de partij begonnen, maar nu helemaal nergens. En kijk eens, het is 3-1 Belme op aangeven van Lacroix die goed het overzicht behield. Ja, de defensie van Red Star helemaal uit verband gespeeld. Ze waren nogthans bezig aan een goede reeks. Maar eens moet daar een einde aan komen. De overtreding van Servest op Lacroix. En die heeft al geel. En nu opnieuw. In nauwelijks 3 minuten tijd pakt hij 2 keer geel. Bye bye Servest. En nu mag Waasland het helemaal vergeten. Dufour de controle. Kijken en de bal erin plaatsen. 4-1. Een mooie collectieve prestatie van Tiene dat 3 belangrijke punten pakt in de strijd om het behoud. En een goede wedstrijd van deze man. 2 doelpunten van Dufour. Tiene wint dus met 4-1. Het was nodig dat we die 3 punters beginnen te scoren. En dat doen we nu toch 2 keer op rij thuis. En stilaan hoop ik dat we naar ons plaats in het klassement klimmen. Want met dit potentieel in deze groep moeten we zeker een beetje hoger geclasseerd staan. Aujourd'hui, on avait tout un groupe qui était solidaire déjà avant le match. Parce qu'on ne croyait pas jouer. L'arbitre est arrivé sur le terrain. Il a regardé les 2 goals. Il a dit on commence le match. Le Waasland, comme nous, on était hésitant. Même en première mi-temps, je crois que sur les 22 joueurs, il n'y en a pas 20 qui ont dit on arrête le match. Mais l'arbitre était vraiment contre d'arrêter le match parce que c'était impraticable au début.